Waar we eigenlijk mee te maken hebben qua censuur. Die niet eens gaat over religie, denk ik, maar meer over macht en internationale politiek. En daar gaat de hele documenta volgens mij over, over hoe die dingen in elkaar grijpen. Maar ik zou ze uitnodigen om, om iets verder te zoeken naar wat de betekenis sowieso is. Als je een Jezusfiguur zwart maakt, die zelf overigens Joods was, hè? Mm-hmm. Dus,